Michel Brezina, 21 jaar. Traint onder andere bij Carl Pfeiffer, waar jij dan denk ik ook af en toe traint, Jorik. Ja, in de zomer heb ik erbij getraind. Heb je dan ook met Ja, samen op het ijs met Brezina, ja. Hij is een technische schaatser, heel sterk, maar ook ja, qua presentatie is het ook gewoon heel sterk. Je ziet hem elk jaar groeien. Drievoudige Axel, subliem. Drievoudige flip, dubbel toloop. Geen goede landing van de flip. Kwam niet meer goed weg. Hij zat al een beetje te ver met de flip. En de drievoudige loets. Ja, op training probeert hij ook viervoudige flippen, dus misschien mede daarom. Kiest voor de wisselzweefpirouette. Draait daar wel weg. Ja, en zo worden er best de nodige foutjes gemaakt door de mannen. Michel Brezina, ook voor hem geen foutloos parcours vandaag. Nee, hij die vorig jaar de Grand Prix serie miste wegens blessure. Ja, hij was er dit jaar weer bij. En hoe was hij erbij? Hij won de eerste Grand Prix, hij won Skate America. Zo'n vier weken geleden is het denk ik geweest. Was ook live te zien op Eurosport. Maar Brezina, jeetje, wat een resultaat is, heb ik hier voor me liggen. Debuteerde op het wereldkampioenschap in 2010, gelijk met een vierde plaats. Deed dat vorig jaar nog eens over, ook met een vierde plaats. En de man waarvan we verwachten dat hij toch podiumplaatsen binnen niet al te lange tijd gaat pakken. Ja, en hoe zit dat met jou, Jorik? Wat zijn jouw ambities voor dit seizoen, voor de grote toernooien? Mijn ambitie voor de grote wedstrijden, ja... Ik ben zeker dat ik deelneem aan het EK, omdat we twee startplaatsen hebben voor het EK. En ik hoop daar gewoon voor het eerst triple axel op een grote wedstrijd te tonen. Omdat het toch een grote stap is. En ja, vorig jaar was ik 16er, dus ik hoop dat ik top 15 kan halen dit jaar. Ja, nou, misschien moet je maar even je oren dichtstoppen, want ik heb vorig jaar ook in de glazen bol gekeken voor Ira van Nut. En die had ik in de top 10 voorspeld en ze werd uiteindelijk zevende. Dus ik denk als jij goed rijdt moet je richting top 10 kunnen scoren op een EK. Gezien jouw progressie en zeker als de triple axel er staat, dan moet dat volgens mij gewoon gaan lukken. Brezina, die heeft het natuurlijk al vaker gedaan. Rijder die snel kwam opzetten. Inmiddels tot de gevestigde orde behoort, ook pas 21 is.
Maar ook bij hem dus vandaag wat foutjes. Pirouette die niet gecentreerd was. En dan triple flip dubbel toe op in plaats van drievoudig. Maar toch 74-32. Ook onder Nansson. Erg mee. Krijgt wel, denk ik, betere presentatiescore dan de Chinees. En Brzezina gaat momenteel in de tweede plaats.